27 juni vertrekken we naar het EK in Anadia in Portugal. Dat is nu een EK, U19 en U23, die zijn apart van de elites dit jaar. En ik kijk er echt wel naar uit. Bij de beloftes hebben we, denk ik, een sterk team. In Leogang vorig weekend heeft Arne Janssen zijn beste wereldbeker gereden. Hij rijdt daar 17e, dat is een mooie uitslag. Jente Michels, deze twee wereldbekers van het seizoen, start op de 100 en zoveelste plaats. Rijdt telkens terug in de top 30. Bij de junior hebben we Julia Grégoire. Bij de junior meisjes die het potentieel heeft om zeker ook misschien wel een top 10 te rijden. Dus dat is mooi uitslagen.